Terwijl jullie gaan zitten, heb ik voor iedereen wel even een vraag. Je weet wellicht dat ik niet zo heel erg gecharmeerd ben van wat er tegenwoordig allemaal via de nationale televisie wordt uitgezonden. Dus wij kijken bijna nooit televisie. Eén uitzondering recentelijk voor het programma Tweedehands. Heeft iemand dat gezien? Ja? You may sit down. Tweedehands is een televisieserie waarvan ik alleen de eerste aflevering gezien heb. Dus misschien wordt het helemaal niks. Maar in die eerste aflevering ging het over een Hans. En die werkte bij een tuincentrum. Was 62. Heeft het top naar zijn zin. Iedereen kent hem. Iedereen belt hem. Noem maar op. Het bedrijf wordt overgenomen door een of andere internationale organisatie. Die niet zoveel met tuinieren heeft. Maar veel meer met investeren. En een of andere snelle jongen die vertelt tegen hem: Hans, we hebben een topaanbod voor je. Je hebt al je vakantiedagen, die krijg je gewoon keurig netjes. Mag je opnemen. Je krijgt een jaar verlof, je krijgt een aanvulling van je salaris, een oploppremie. En dat is ons aanbod bij deze overname. Hans naar huis, totaal gedeprimeerd. En hij komt de volgende dag weer op de zaak. En het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling, want de bedoeling van die manager was dat hij, zijn afscheidsfeestje ging organiseren. Nee, zegt Hans, ik doe het niet, ik hoor hier. Misschien voor 62-jarigen herkenbaar, je wilt niet weggemanoeuvreerd worden. Nou, zegt die manager, jij hoort hier niet meer. Tot ziens. En er wordt een afscheidsfeestje, een heel kaal afscheidsfeestje gerealiseerd. En Hans af. Niks aan overdracht, niks over te geven, gewoon in één keer weg. Buitengewoon onbevredigend. Misschien kun jij ons bijpraten over deel 2, maar ik heb dat nog niet gezien. Maar dit is deel 1. Hij heeft een camper gekocht. Ja, en dan moet hij met het koortje op pad en zo, ja. Ja. Wat draag je over? En wat geef je door? Voor Hans was dat dus gewoon niks. En het is misschien op deze dag ook wel een beetje een bijzonder moment om erover na te denken. Het is natuurlijk feestelijk, het is moederdag, In Touch is er, helemaal prima. Maar morgen is het 9 mei, hè? Rusland. Er zijn analisten die zeggen, morgen verklaart Poetin de oorlog aan Oekraïne. En er zijn analisten die zeggen, hij deelt mee dat hij morgen zijn troepen terug laat trekken. En daartussenin zal het wel ergens liggen. Maar veel goeds zie ik er nog niet van komen. En toch, of misschien juist daarom, is het goed ook in het kader van die dodenherdenking en de bevrijdingsdag na te denken over de vraag, wat dragen we over, wat geven we door? Als we naar Mozes kijken, het verhaal uit nummer 27, dan begint dat heel, heel apart. Midden in allerlei gebeurtenissen, allerlei verhalen, staat er opeens dat God tegen Mozes zegt, ga die berg op, klim die op een berg in het gebergte Arabim. Kijk naar het beloofde land en zoals het in de Groot Nieuwsvertaling stond, dan zul je sterven. In onze klassiekere vertalingen staat dan, je zult tot je voorouders verzameld worden. Mozes krijgt midden in zijn activiteiten een opdracht die hij vervolgens straal negeert. Hij doet het gewoon niet. Hij is ook niet of niet van slag. Hij reageert er gewoon niet op. Later wel, helemaal aan het eind van de Torah, in Deuteronomie 34, lezen we dan dat hij de berg Nebo opgegaan is. Dat is waarschijnlijk ook dezelfde berg als die in ons Bijbelgedeelte van vanochtend bedoeld wordt. Maar in ieder geval, hier niet. En dan moet hij, als hij dan het beloofde land gezien heeft, zich erbij neerleggen dat hij tot zijn voorouders verzameld wordt. Nou, voor een heleboel mensen is die prachtige oud-testamentische uitdrukking een troost. Wie sterft, wordt tot zijn of haar voorouders verzameld. Er zijn altijd een heleboel mensen die zeggen, ik hoop dat ik mijn vader, mijn moeder, mijn man, mijn vrouw, mijn zoon, mijn dochter
terug zal zien. En in dit soort teksten vinden ze daar een grote bemoediging in. We weten niet, we weten geen van allen hoe het zijn zal. Maar als dit de uitdrukking is voor doodgaan, dat je zegt, we zullen tot onze voorouders verzameld worden, dan is dat wel heel erg troostrijk. Je zult tot je voorouders verzameld worden, zegt God, zoals je broer Aaron. En toen dacht ik, dan is het misschien eventjes goed om met elkaar te kijken, hoe zat het nou ook alweer? Een tijd lang, vanaf de doortocht door de Rode Zee, is het volk Israël geleid, je zou kunnen zeggen, door een soort driemanschap. Ik heb in deze kerk ook wel eens gepleit voor het aanstellen van een driemanschap, maar in Israël hadden ze dat. Mozes, Aaron en Mirjam. Die hadden dat met z'n drieën een beetje de leiding. Daar kun je van alles over vertellen, te veel details, maar die waren het. Op een gegeven ogenblik waren Mozes en Mirjam zelfs zo bezig met leiding geven, dat ze in opstand kwamen tegen Mozes. Aaron en Mirjam tegen Mozes. Je kunt het nalezen in nummer 12. Wij geven toch ook leiding en God spreekt toch ook tot ons? En toen zei God, komen jullie maar eens eventjes naar de tent van de samenkomst, naar de kerk, zeg maar. Naar de tabernakel. Ik spreek met ieder van jullie vanuit de wolk. Maar met Mozes heb ik een speciale relatie. Met hem spreek ik als een vriend tot zijn vriend spreekt. En als jullie daar moeite mee hebben, heb je echt een probleem. Ga maar naar buiten en ik zal je straffen. En dan wordt, merkwaardig genoeg, alleen Mirjam gestraft. En die is 7 dagen melaat. Aaron ontsnapt de dans op de een of andere manier. Mirjam, 7 dagen melaat, buiten het kamp enzovoort. En die wordt weer genezen verklaard en komt weer terug. Maar haar naam wordt niet meer genoemd. Vanaf nummer 12 gebeuren er allerlei dingen. Ik kom er nog op terug. Mirjam hoor je niet meer. Tot nummer 20, dan staat er dat het volk ergens was aangekomen in Kades, in een woestijngebied. Daar streken ze neer, daar verbleven ze lang. En Mirjam stierf en ze werd daar begraven. Punt. Meer staat er over deze dame niet. Wat draag je over? Wat geef je door? En ik denk dat het bij Mirjam dus alleen maar is het belang van het volk en het belang van haar broers, Mozes en Aaron. Als Mirjam overleden is, als Mirjam weer terug is van melaatsheid, dus even weer ietsje terug in de tijd, gebeurt er iets dat in dit hoofdstuk van vanochtend ook verteld wordt. Het verhaal van de water uit de rots. Dat gebeurde dus na de melaatsheid van Mirjam. Het volk kwam weer een keertje in opstand, watertekort. En dan richten ze hun boosheid op Mozes en ze zeggen, waren wij maar in Egypte gebleven. Mozes in armoede weer tot God. Wat moet ik doen? Waarom hebt u mij dit volk uit Egypte laten leiden? We zitten weer zonder water. En niet alleen het volk, ik ook. Zegt God, ga met Aaron naar buiten, met de Israëlieten, ga naar de berg. En ik zal zorgen dat er water uit die berg komt. Hoe? Dat staat er niet bij, maar daar zou God voor zorgen. Dus Mozes neemt Aaron mee. Mirjam doet niet meer mee, hè? Ga bij de rots staan. En had moeten zeggen, God zal jullie van water voorzien. Maar Mozes zat nog volgens mij onder de adrenaline. Pakte ze, ik zou hem bijna willen lenen, pakte ze een stok. En zegt, willen jullie water? Hier zul je water hebben. En hij maakt er een tovertruc van. En die tovertruc beviel de allerhoogste, allerminst. De reactie van God op misbruik van deze gebeurtenis was dat hij zei, jullie, Mozes en Aaron, zullen het beloofde land niet bereiken. Nou, dat verhaal hebben we net terug horen komen. Aaron, dat is ook zo heel bijzonder, gewoon in één keer vermeld. Midden in de gebeurtenissen
van die woestijn staat er dat God tegen Mozes zegt: neem Aaron en zijn zoon Eleazar mee de berg Hor op. En zorg dat Aaron zijn priestergewaad aan heeft. Met alles erop en eraan. En dan gaan Mozes, Aaron en Eleazar de berg op. En daar vindt een soort overdrachtsritueel plaats. Daar krijgt Eleazar, de priestergewaad, de Urim en de Tummim, die orakelstenen die vanochtend al genoemd zijn. Alles wat erop en eraan hoort. En dan wordt hij de opvolger van Aaron. En dan staat er simpelweg: en Aaron stierf en werd daar begraven. En Eleazar stond daar bij zijn oom Mozes en zijn overleden vader Aaron. Wat draag je over? Wat geef je door? En in het geval van Aaron is dat dus het priesterschap, de priesterkleding. En zoals het heel expliciet staat, het priestergezag. En je hoort van Aaron geen stem, geen gemopper. Hij draagt het netjes over. Klein zijstapje. Goede leiders dragen over, zorgen voor opvolging, voor overdracht. Dictators, of je het nou hebt over de landelijke of internationale politiek of over allerlei sectes. Dictators dragen nooit over, die willen vasthouden. Aaron droeg zonder moeite over. En dan krijgen we dus nu Mozes, die dus alleen overgebleven is van dat driemanschap. En die krijgt dus een opdracht: ga de berg op, daar zul je sterven. Nou ja, dat heeft hij dus niet gedaan. En dan mag je het beloofde land nog even één keer zien. Nou, zegt Mozes, en die change subject, zeg maar, die moppert niet over zijn naderende dood. Ook niet over het feit dat hij het beloofde land niet in mag. Die strijd is al lang gestreden. Hij zegt: en de opvolging dan? U bent de God, zoals het in het Hebreeuws staat, die al wat leeft, levensadem geeft. Wilt u iemand uitzoeken die dan als een herder voor het volk kan uitgaan? Die voor het volk ingaat en uitgaat, staat er. En in sommige vertalingen staat er die voor de troepen uitgaat enzovoort. Maar ik denk dat je gewoon kunt in zijn algemeenheid maar moet denken dat hij het volk leiding geeft zoals een herder een kudde leidt. En dat betekent dus eigenlijk dat Mozes vraagt om een opvolging van hem in de rol van herder. Die herder zal dan wel uit de kudde moeten komen. Want vreemde eenden in de wijk, dat zou het volk niet accepteren en God ook niet. Dus een van de schapen zal herder moeten worden. De God die levenskracht geeft, die levensadem geeft, moet voorzien in de opvolging. En dat moet een herder worden die voor het volk uitgaat en ingaat en leiding geeft. Nou zegt God: ik ken er eentje. En dat is Jozua. Dat is een man waar geestkracht in zit. Benoem hem. Draag alles keurig netjes aan hem over. Met een ritueel waar voor het eerst in zijn bestaan Eleazar bij betrokken is. De zoon van Aaron, die al die priesterlijke dingen overgedragen heeft gekregen. En dan gebeurt dat ook. En dan gaan ze met z'n drieën die actie verder uitwerken. Dus Mozes zorgt ervoor dat Jozua er is. En voor het hele volk laat hij hem knielen en legt hem de handen op. Er stond dat God als opdracht gaf: je moet hem de hand opleggen. En in het verhaal staat dat hij hem de handen opgelegd heeft. En volgens de Joodse uitleg betekent dat dat hij een enorme hoeveelheid wijsheid, geestkracht, creativiteit en spiritualiteit heeft overgedragen gekregen. En zo draagt Mozes zijn leiderschap over. Met handoplegging. Wat draag je over? Wat geef je door? Ik denk dat het een vraag is, ja, die bij iedereen van ons, soms wel, soms niet, maar ik denk wel heel indringend soms, binnen kan komen. Waar kom ik mijn bed vooruit? Wat moet ik met deze dag? En dan denk ik dat eigenlijk, als je er naar kijkt, een heleboel van wat je doet te maken heeft met het zorgen dat het leven door kan gaan. Dat je over kunt dragen waarmee je bezig bent.
Ik weet niet of er nog heel veel fabrieken zijn waar mensen aan een lopende band staan, maar vroeger was dat een metafoor. Wat voor zin heeft het leven van iemand aan een lopende band? Ik denk dat het ermee te maken heeft dat hij dan kan overdragen waar hij goed in is, maar in ieder geval voor zijn gezin kan zorgen, voor zijn eigen levensonderhoud kan zorgen en in die zin de continuïteit van het leven kan waarborgen. En dan is er dus vaak in dat soort omstandigheden ook nog een hele jonge garde die geen moer verstand heeft van wat er moet gebeuren. Dus die moet ook opgeleid worden. En ook dat is overdragen en doorgeven. En dat zit bij de arts in het ziekenhuis van hetzelfde laken en pak, denk ik. Die is natuurlijk ook bezig met zijn eigen boterham, met zijn onderhoud van zijn gezin. Zorgen dat het leven door kan gaan, van hem, van mensen. En dat ook zijn kennis, zijn techniek en zijn vaardigheden zodanig worden dat hij ze over kan dragen. En wat ik al zei, iedereen die een beetje kan nadenken over dit soort dingen wil overdracht geregeld hebben. Niet over het graf heen regeren, maar wel netjes overdragen. En zelfs Jezus in het Nieuw-Testamentische verhaal zit in deze lijn. Die zegt op een gegeven ogenblik, het zijn mijn geliefden. Oh ja, eerst begonnen ze over de Messias. Ben je nou de Messias, ja of nee? Moet je voorstellen, wat zou er gebeurd zijn als Jezus bikkelhard ja gezegd zou hebben? Dan was het klaar. Dan was het volk Israël. Ja, die had dan een Messias. En dan viel er ook niets meer over te dragen. Dan was het ook afgelopen. Maar Jezus wist van de beperktheid van zijn eigen leven. En heeft dus geen antwoord gegeven op die vraag. Hij zegt, jullie hebben mij gehoord. Jullie moeten doen wat ik zeg. Mijn mensen, mijn schapen die mijn stem kennen. Horen bij mij en niemand zal ze uit mijn hand roven. Maar toen realiseerde hij zich dat zijn tijd op aarde ook beperkt was. En ogenblikkelijk draagt hij zijn leerlingen als het ware over in de handen van zijn eeuwige vader. En zegt, niemand kan ze uit zijn hand roven. Dus ook Jezus draagt zijn geliefden over. Wat draag je over? Wat geef je door? Als moeders. Speciaal vandaag. Als ouders. Als mensen in het onderwijs. Als mensen die actief zijn in de kerk. Of in welke instelling dan ook. Wat draag je over? Wat geef je door? Ik denk wel eens dat dit wel eens de zin van het leven zou kunnen zijn. Een hele grote vraag, wat is de zin van het leven? Ik denk dat je hiermee een aardig eind komt. Er zijn boeken volgeschreven. Ik heb er maar weer een aantal op nageslagen de afgelopen dagen. Maar ik denk dat je met deze vraag, wat draag je over, wat geef je door, daar een heel eind bij in de buurt komt. En Jezus spreekt over zijn schapen die zijn stem kennen. En dan zijn we ook weer terug bij Mozes, die het heeft over een herder die moet leiden. Zodat alles door kan gaan, ook als je er zelf niet meer bent. Wat draag je over? Wat geef je door? Om over na te denken in de komende dagen. Amen.